wilden dus naar de hoed gaan, maar wij dachten, is misschien niet heel slim om met camera's te gaan lopen die duizenden euro's bij elkaar kosten, zoals een GoPro en nog een hele dikke DSLR. Dus wij dachten, misschien moeten we maar beter niet naar de hoed gaan. Hey, goedemorgen vanuit New York, dames en heren. Het is vandaag Zwarte Vrijdag en ik heb vooral mijn eerste onderbroek gekocht. Hij was in de aanbieding bij Supreme. Je ziet het, de rode Supreme kleur. Je mag echt wel lachen. Wat de fuck? Ga gewoon zo overstaan. Oké, nou. Dat was mijn bonnetje. Dit is mijn nieuwe badpak. De planning voor vandaag is weer lekker fietsen door New York. Iemand zei tegen mij, eigenlijk is een week New York te lang. Na 5 dagen heb je het eigenlijk wel gezien. Nou ja, ik noem het niet gezien hebben, want New York is freaking liberal. Ja, we hebben eigenlijk al de grootste dingen hebben we al gezien. We kunnen ook nog naar de hoed gaan, de Bronx. Maar we zien wel wat we vandaag doen. We gaan sowieso weer lekker fietsen. De nieuwe dag. Ik zie er voor het eerst in mijn leven echt goed uit. Nieuwe spijkerbroek, die heb ik gekocht in Nederland. Deze heb ik gisteren gekocht. Normale schoenen, een petje. En ik heb mijn haar gedaan, als ik hem afdoe volgens mij. Nou, het zit nu niet meer goed op mijn bed. Maar in ieder geval, kijk, mijn volgens bed. Mij... Hè? Mijn bed. Jouw bed. Maar dat maakt niet uit. Nu is het voor jou of zo. I like that. Volgens mij is de hoed is die kant op. En volgens mij is het Centraal Station, wat echt een heel mooi Centraal Station is. Ik weet trouwens niet of het Centrale Station is een station. Is die kant op. Eerst ontbijten bij de McDonald's. Een soort van, oké, ik ga het uitleggen. Je hebt hier iets wat Shake Shack heet. Shake Shack. En dat is dan gewoon een burgerrestaurant. Super lekker. Maar met het idee van fastfood. Dus het is heel raar, want het is heel lekker eten. Maar iedereen zit in de rij, net als bij de McDonald's of Burger King, weet je wel. Dus we gaan even ontbijten. Bij de Shake Shack op de Amerikaanse manier. En dan gaan we naar het Centraal Station. En dan denk ik naar de Hood. De Bronx. Let's go eat! Woo! Onderweg naar het ontbijt zijn Pim en ik al het Centraal Station tegengekomen. We zijn er, Pim. Let's go! We zijn er. Oh, gast. Oh. Natuurlijk hangt de Amerikaanse vlag er. Wow, dit is ook weer zo groot, hè? Je kunt trouwens Pim's kanaal checken in de beschrijving. Pim is meer van de aftermovies, maar af en toe uploadt hij ook. Dus zijn kanaal is zeker een aanrader. Hey. Alles is echt zo groot hier. Je hoort het mensen zeggen, maar als je het zelf meemaakt, is het allemaal zo anders weer. Had ik dikke beveiliging. Dus niet eens politie, maar gewoon mensen van het leger. Oh. Dit is het ontbijt. We liepen hier net voor. En er reed een bus langs. En er was een zanger en we snapten er niks van. En ik heb het even snel met mijn iPhone gefilmd, omdat ik weinig tijd had. Het was heel grappig. Ik laat het wel even zien. Geweldig. Ja. $15 off. You gotta give me a ride on your bike. You think you wanna get a ride, sir? Heel raar, al die mensen zaten zo schuin in de bus. Denk om de stad te zien. In ieder geval, dit is ons ontbijt. En we gaan er heel erg van genieten. We wilden dus naar de hoed gaan. Maar wij dachten, is misschien niet heel slim om met camera's te gaan lopen. Die duizenden euro's bij elkaar kosten. Zoals een GoPro en nog een hele dikke DSLR. Dus wij dachten, misschien moeten we maar beter niet naar de hoed gaan. Voor nu, kijk. Het is natuurlijk Black Friday. We moeten natuurlijk wel vol aan de shop gaan. Dus ik heb een tas gekocht, een vest en heel veel onderbroeken. Ik had geen onderbroeken meer. Dus ik ben happy. Oh, dat is de NYPD gast. Oh, ik vind het zo vet. Nee, voor je. Kijk. Oh. Ho! Nee, maar we gaan dus vol aan de shopping. En we gaan nu naar die winkel daar. Gap. We zijn echt nu al voor de 5e keer op Times Square in 2 dagen, man. Ho, laten we gaan. Het is zo druk. En dit is een van de grootste winkelcentrums hier in de stad. Heet Macy's of zoiets, toch? Ja. Gast, dit is gekke werk. Zoveel kortingen krijg je hier. Zoveel mensen heb je hier. Niet normaal. Het gaat hier gewoon als hete broodjes over de toonbank. Abnormaal dit. Dit is toch niet normaal. Het lijkt wel een mierennest, gat. Gewoon een zee aan mensen. En dit is één winkel. En dit is bijna in elke winkel zo. Ja, klopt. Uitkijken voor zakkenrollers. Zakkenrollers, jongen. Die hebben nu echt...
Het is Walhalla voor hun, hè? Ja hoor, daar staat hij. In de rij bij een winkel waarvan ik nog nooit gehoord heb. Maar blijkbaar is het heel populair. En Pim gaat wat dingetjes halen voor zijn broer, die zijn broer in Nederland heel graag wil hebben. Hey, de Trump Tower. Zo, helemaal van zwart glas. En er zijn hier heel veel aanhangers van Trump, zoals je kan zien. Dat is nog eens een leuke button om te kopen, nou. Maar hij heeft wel een mooie toren. Oh, jullie willen niet weten wat we gekocht hebben, dames en heren. We zijn terug in het hotel, zoals je kan zien. Hey. Oh, deze is leuk. Hij lijkt op Gucci. Dan hebben we allebei hebben we joggers gekocht. A.k.a. joggersbroeken. Allemaal onderbroeken. Mijn onderbroeken waren op, zowel hier als thuis. Ook een nieuwe rugzak. Lijkt op mijn oude. Vandaag is rood. De kleur van mijn aan het lippen. Nou, dit is in ieder geval een beetje wat we gekocht hebben. We zijn er blij mee. Super chill. Ik denk dat de meeste... In ieder geval, het merk Supreme. Supreme? Ja. Er zijn hier 2 of 3 Supreme winkels en we stonden er bij eentje. En we mochten niet naar binnen, want je moest jezelf registreren op de website. En dan ook nog maar toegelaten worden om binnen te komen in die winkel, om wat te kunnen bemachtigen. Dus het is ons niet gelukt. Ik wou zelf niks kopen, want het is gekke werk om daar wat te kopen. Veel te duur. Zoals je ziet op deze beelden stond echt politie. Want ze waren bang dat er mensen buiten stonden te wachten op andere mensen die wel naar binnen konden komen. En dan konden ze gelijk voor honderden dollars meer het overkopen, weet je wel. Dus dat was een beetje raar. We mochten daar niet eens staan terwijl we een Uber aan het bestellen waren op de wifi van Supreme. Mocht niet eens. Hey Pim, kan je deze nog herinneren? Ja. Eerste vlog. Eerste dag, bedoel ik. Oh, gast, nu is hij helemaal kapot. Gap. Dat was die toren. Nee, dit niet. Als ze dit zien, mogen we de porg niet meer hebben. Maar wat nou als ze hem helemaal nooit meer zien? Ga je dat echt doen? Nee, dat weet niet. Gap. Ik dacht al, dat kan je... Gap. 4-1-2, hoppa. Nee. Ja, nu is alles vies, hè. Houtsnippers. Oh, kijk vast voor rotzooi we hiervan maken. Echt zo'n puberhok gewoon, joh. En we weten nog steeds niet waar deze helm voor is. Waar is deze helm voor, jongen? Waar is die voor? Waarom hebben we dit? Tom. Gast. Hoe werkt dit? Want ik heb veel te veel water in gedaan. Dus van het spul dat je op je gezicht smeert en op je neus in zit en al 10 minuten op en het is helemaal hard geworden en het jeukt. Nee joh, dat moet je niet... Gast, dat is echt heel slecht voor je. Lijkt net inkt. Dit moet je er toch af kunnen pellen of zo? Hey, wat staat daar nou? Dat is totaal niet mijn Instagram naam, mijn Snapchat naam, mijn Twitter naam en mijn YouTube naam en alles naam. Je kan me daar echt niet op volgen hoor. Het is waarschijnlijk de laatste avond in New York. En daarom heb ik speciaal voor deze laatste gelegenheid een douchekapje gekocht. Dit uitzicht ga ik echt missen, jongen. Och. 2 18-jarige jongens hè, die dit kunnen doen. Maar dames en heren, ik weet niet of ik morgen ga vloggen hoe hectisch het wordt met reizen en zo. Dus misschien was dit wel de laatste vlog, geen idee. Jullie komen er vanzelf natuurlijk achter. Maar als dit de laatste vlog is, vergeet niet te abonneren. Er komen nog veel vettere dingen aan. Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. En dan weten jullie ook wat ik nu ga zeggen. Dames en heren, tot de volgende video. Hoe noem je net als je houtsnippers in je oog doet? Ik geef je een snipoog.